Hoi, leuk dat je kijkt naar deze online open dag van Driester Hogeschool. We heten je via onze livestream van harte welkom en we hopen dat jij vandaag een goed beeld krijgt van misschien wel jouw nieuwe opleiding. Heb je tijdens de uitzending een vraag? Stel hem via onze chat. Er is een heel team aanwezig om jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Genoeg erover. Op naar de studio. Ja, van harte welkom. Leuk dat je kijkt naar deze voorlichting voor de LVO Deeltijd. De opleiding tot middelbare schooldocent die je gewoon naast je werk kunt volgen. We zijn blij dat je er bent en we zien eruit om heel veel over deze opleiding te gaan vertellen. En het is eigenlijk ook juist wel heel goed dat je vanavond kijkt. Want de keuze voor een opleiding tot middelbare schooldocent is vandaag misschien wel belangrijker dan ooit. De VO-raad die kwam met cijfers dat in 2030 er waarschijnlijk een lerarentekort is in het middelbaar onderwijs van zo'n 2500 docenten. Dus we hebben je heel hard nodig. Dus nogmaals, fijn dat je kijkt. En ik zou zeggen, laten we er een hele mooie avond van maken. En laten we daarbij vooral gewoon focussen op de positieve aspecten van het leraar zijn. Dus waarom wil je graag leraar worden? Maar waarom zou je bij de Driester Hogeschool een opleiding volgen? En hoe ziet die opleiding er eigenlijk uit? Nou, daar ga ik het vanavond met mijn tafelgasten over hebben. En daar gaan we hopelijk wat meer laten zien van hoe de opleiding eruit ziet. Dus welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Jeroen van Nierop en bij mij aan tafel zijn dus aangeschoven Jaap Bogaert, studieleider bij Driester Hogeschool. Alice Middelkoop, jij bent docent. En Teun Bulsink, jij bent student LVO Wiskunde. Welkom, leuk dat jullie er zijn allemaal. Ik zou eigenlijk bij jou willen beginnen, Teun. Dat lerarentekort, heeft dat bij jou meegespeeld in je overweging om deze opleiding te gaan volgen? Nou, het was wel een bevestiging, want een beetje baangarantie, dat is natuurlijk altijd leuk. En ik hoef alleen maar bij mezelf te kijken, wiskunde, waar zitten ze niet te springen om reformatorische wiskundedocenten? Maar eigenlijk begon het bij mij op de middelbare school. We moesten een gymles geven aan een eerste klas en die docent die zei eigenlijk, ja, weet je al wat je wil gaan doen? Ik zei, geen idee. Ze zeggen, je moet voor de klas gaan, want je kunt gewoon orde houden. Dus okay. Toen maar... is het eigenlijk begonnen. Dat is, zij zag dat, wat zag zij dan in jou? Dat jij dat, je had dat in je mars kennelijk. Waren er bepaalde punten in jouw persoonlijkheid? Nou, ze zei vooral, als ik hier een gymles moet beoordelen, dan zie ik dat heel veel mensen heel druk bezig zijn met wat ga ik doen en hoe ga ik het allemaal vormgeven en hoe ga ik daarvoor zorgen. Maar ze vond dat ik ook echt bezig was met hoe zorg ik ervoor dat iedereen luistert en hoe zorg ik ervoor dat iedereen het meekrijgt. Dus... Je had echt oog voor de mensen, ja, zeg maar. Dat. Ja. Leuk. Hey Alice, jij bent docent. Wat voor vak geef jij? Ik geef nu les bij de generieke afdeling. Dat wil zeggen het pedagogisch-didactische deel voor hoe word ik goed leraar. Oké, dus echt de uitvoering van hoe je echt docent wordt, zeg maar. Ja. En is dat ook het, wat is bij jou eigenlijk het mooiste aspect van het lesgeven? Wat vind je zo mooi aan dat vak dat je geeft? Ja, ik kan natuurlijk gewoon het cliché zeggen, leraar is het mooiste vak van de hele wereld. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje flauw. Ja. Maar jij vindt dat wel, ja. Is natuurlijk ook hartstikke waar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou een mooi ook iets beroep persoonlijks is. Ik denk dat het voor meer beroepen geldt. Maar het is heel betekenisvol, hè? En dat is denk ik de kern van het leraar zijn. Je bent van betekenis voor een jeugd die opgroeit, voor jongeren die opgroeien. In ons geval dan niet zozeer kinderen, maar jongeren alweer. Ja. En ik zeg altijd maar zo, als je het belang van de leraar wil zijn, draai de redenering eens om. Wat als er geen onderwijs is? Dan gaat er ontzettend veel mis in de samenleving. Ja. Dus daaraan zie je eigenlijk het belang. Wij zijn zo gewend aan goed onderwijs dat we het soms niet meer zien. Maar als we hem omdraaien en het is geen goed onderwijs, dan zie je hoe ontzettend waardevol is als we goed onderwijs hebben met goede leraren. Je ziet eigenlijk de hogere waarde ervan in, ja, zeg maar op die, ja, manier. Mooi, mooi, dankjewel. Nou, we gaan gelijk de diepte in eigenlijk. En dan ben ik eigenlijk nog niet eens bij jou geweest, Jaap. Nee. Jij bent studieleider. Alles is al gezegd. We kunnen naar huis. Nee. Ja, we kunnen naar huis. Jaap, jij bent studieleider. Ja. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, Alice heeft al wat gezegd over het pedagogisch didactisch gedeelte. Ik geef leiding aan de vakgroep generiek. En ja, die zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch gedeelte. Even tussendoor generiek, wat is, wat moet ik dat me voorstellen? Het pedagogisch didactisch gedeelte van heel de lerarenopleiding. Ja, ja, ja. Nou, Teun die heeft al wat gezegd. Nou, die stond bekend om zijn orde houden. Nou, wat leren we bij het pedagogisch didactisch gedeelte? Bijvoorbeeld orde houden. Nou, dat kan jij dan overslaan, Teun. Of dat, nou, heb je toch moeten volgen? Uitdiepen. Uitdiepen. Hebben. Precies. De eerste keer dat ik voor een klas stond, toen dacht ik, oh, zo werkt het dus. Ja. Iets anders dan dat je van tevoren in je hoofd hebt. Precies. Ja. Niet minder leuk. Ja. Ja. Maar goed, mooi. Wij zetten de lijn uit, pedagogisch, didactisch, Alice en de hele vakgroep. Nou,
stukje motivatie, groepsdynamica, groepsproces enzovoort. Dus je hebt daar, een heel pakket. Ja. Dat is een heel pakket en het is een heel mooi pakket. Nou zeker, zo klinkt het in ieder geval wel. Zeker, veel mooi. Plezier in. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, en vanavond draait het eigenlijk vooral om jou als kijker. Nogmaals, goed dat je er bent. We gaan vanavond over verschillende onderwerpen hebben, over onze opleiding. Maar we willen je ook daarbij oproepen. Heb je vragen tijdens deze uitzending? Stel ze. Dat kan via de chat, via WhatsApp. En ook na deze uitzending hebben we een speciale teamsessie met elkaar. Teun, jij zal daar samen met Jaap bij aanwezig zijn. En ook dat is vanaf 8:30. En ook daarin kun je al je vragen stellen die je nog hebt tijdens deze opleiding. Dus maak er ook vooral gebruik van. Nou, ook bij ons in de studio zit inmiddels staat daar eigenlijk Hans. Welkom. Jij bent vanavond verantwoordelijk voor de vragen die binnenkomen via de chat en WhatsApp. Goed dat je er bent. Je gaat ze verzamelen vanavond. Je zal ze ook gaan stellen. Heb je er een beetje zin in? Ja, uiteraard. Ja. Ik sta hier nu al een tijdje, al een paar livestreams. Ik ga nog even mee, maar ik heb het hartstikke naar mijn zin. Jij loopt een hele goede marathon, hoor ik. Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Nou goed, we komen zo bij je terug en dan hopelijk kunnen we hier aan tafel wat vragen met elkaar beantwoorden. Helemaal goed. Ja, want daar gaan we het allereerst over hebben. Waarom zou je eigenlijk leraar willen worden? Daar gaan we het over hebben met elkaar en dat starten we eigenlijk mee met een video. Leraar worden in het voortgezet onderwijs is prachtig, vinden wij. Waarom is het precies? Er nog iets tussen mijn tanden of is het goed zo? Maar wat vinden onze studenten en docenten daarvan? Moet ik ze zo? Jij gaat mij vragen stellen. Moet ik in de kamer kijken of juist niet? Op het zwarte. Dus dat, nou oké. Oké, dan moet ik ze gewoon zo houden. Ben benieuwd. Vandaag in 3-star dilemma's. De lerarenopleiding voortgezet onderwijs. Bij 3-star Hogeschool krijg je les van enthousiaste docenten. Zeker waar. Echt leuke docenten. Ja, in principe wel. Ze zijn altijd wel gewoon open en enthousiast. Ja. Dat klopt. Eens. Dat is absoluut waar. Ja. Zeker. Ik kan me echt geen betere docent voorstellen. Eens. Uiteraard. Hier staat er eentje. Tijdens de opleiding leer ik hoe ik een christelijke leraar kan zijn. Ja, eens. Het is een reformatorische school. Er wordt wel veel aandacht aan besteed. Ja, ja, daar wordt aandacht aan besteed. Ja, eens, oneens. Ik ben zelf geen christen, maar ik leer het hier wel. Ja, daarom kies ik voor 3-star. De stroopwafel is de lekkerste koek ter wereld. Oneens, denk ik. Nee, gewoon niet mee eens. Oneens, de mergpijp is beter. Oneens, ik eet liever bokkenpootjes. Dat is wel waar, ja. Want ik kom uit Gouda natuurlijk. Leuke stad, dus nee, is waar. Zeker weten, en goud. Kom verurkt, kan ik echt niet maken. Oneens. Maar de goudse wel de lekkerste van Nederland. Ja, zeker, maar dan wel de goudse. Het is fijn om 's avonds colleges te volgen. Eens, ik vind het persoonlijk fijn, omdat ik toch wel meer een avondmens ben. Ja, ik ben een avondmens, dus heel fijn. Ja, dan heb ik de rest van de dag om mijn eigen dingen te doen. Want het is fijn en het is leuk, maar het is ook inspannend, vooral als je een hele dag gewerkt hebt. Dus het kost ook energie, maar het levert ook energie op. Ja, het is heel fijn om het te kunnen combineren met je baan. Yes, perfecte afwisseling tussen praktijk en school. Ja, eens. 'S Avonds leef ik op, dus. Ik word later de leukste leraar van mijn school. Dat weet ik niet, zou ik willen. Oh. Oneens, want soms denk je echt van, wat moet ik met die pubers beginnen? Maar daar hebben we het ook over op de opleiding, om het ook weer leuk te maken dan. Ik doe mijn best. Ik hoop het. Uiteraard. Ja, ontben ben ik al. Ja, dus dat is een no-brainer. Ja, mooi. Ja, leuk hè? Ja. Nou, zeker. Hey, die laatste vraag. Ja, ik word later de leukste leraar van mijn school. Heb jij een beetje ambitie, Teun? Hoe zie je dat? Nou, dat is niet mijn doel. Het zou leuk meegenomen zijn en ja, het zou wel grappig zijn. Ja. Maar nee, daar ben ik niet mee bezig eigenlijk. Nee, het gaat jou vooral gewoon om een goede les. En dat je die kinderen meekrijgt, of die leerlingen meekrijgt, wat je natuurlijk al eerder zei. Nou, ik wil het gewoon gezellig hebben. Dat is eigenlijk. En of ik dan de leukste leraar ben. Ik weet zeker dat ik lessen heb dat leerlingen weglopen dat ze me de stomste leraar van de school vinden.
Als ze dan de volgende keer maar weer binnenkomen en er een beetje vol voor gaan. Ja, precies. Als het maar gezellig is. Ja, ja. En ja. Er geleerd wordt uiteraard. Nou, ik wil net zeggen, want die gezelligheid, ik kan me voorstellen dat het ook een hele mooie basis is voor een goed leerklimaat. Nou, daar loopt het wel echt in uit. Want ik vind het heel belangrijk dat ik aan het begin van elke les altijd eerst, voordat mijn les begint, dan ben ik altijd 5 of 10 minuten verder. Maar wat ik daar wel aan merk is, dan ga ik beginnen en dan hebben de leerlingen er soms iets minder zin in dan ik. Maar dan kan ik wel zeggen, ik zeg jongens, we hebben nou een gezellig moment gehad. Dus dan verwacht ik ook iets anders voor jullie. Een andere kant, of een andere mogelijkheid is 50 minuten lang vol op wiskunde. Ja. Nou, ik ben zelf jong geweest, daar heeft toch niemand zin in? Nee. Ja. Nou ja, goed dat je er zelf ook zo in staat, maar ook dat je dat begrijpt, want dat is denk ik wel heel belangrijk. En ik vraag me af, hè, want je hebt voor het voortgezet onderwijs gekozen. En wat is de reden daarvoor geweest eigenlijk? Een jaartje PABO wilde niet. Oké. Okay. Ik ben begonnen op PABO. Ja. Ergens anders. Misschien ook daarom, hè, dat weten we niet. Maar nee, ik vond ze te jong. Ik ging met mijn pubers. Ik merk dat nu ook nog als ik een eerste klas krijg, dan denk ik aan het begin van, ja, jullie zijn nog net groep 8. En geef mij een tweede of een derde klas. En dat vind ik heerlijk. En wat is daar zo leuk aan dan? Ja, misschien dat het ook wel iets te maken heeft met mijn middelbare schooltijd. Misschien was ik zelf ook niet de meest brave leerling. En als ik naar die leerlingen kijk en ik zie bepaalde leerlingen zitten, dan kan ik mezelf erin herkennen. En dan denk ik, als ik nu... Ik heb bijvoorbeeld nu een zusje van een oud klasgenoot van mij in de klas. En die ging dat thuis vertellen en die zei, Teun, leraar. En die kon het niet geloven. En dan denk ik, juist dat je leerlingen van de leeftijd 12, 13, 14, juist in die fase waarin ze alle kanten opgeslingerd wordt, een soort stabiliteit, stabiel op pad kunt sturen. Dat eigenlijk. Ja. Ja. En ik denk dat dat op de middelbare school meer is dan op de basisschool. Ja. Is dat ook een beetje wat jij net zei, Alice? Dat je zegt van dat je echt dat het veel dieper gaat dan alleen maar lesgeven. Dat je echt die basis mee kan geven. In de les van stabiliteit om tot leren te komen. Ja, dat is zeker. Ik denk dat dat hele mooie punten zijn die Teun hier aangeeft. Als het gaat om inderdaad een stukje relatieopbouw en vervolgens je vak overdragen. En ja, dat doe je inderdaad voor een groter doel, niet voor dat lesje wiskunde, maar je loopt een stukje met ze mee, hè, op de levensweg. Ja. En dat is wel die dynamiek tussen 12 en 16 is natuurlijk enorm. Hè? We zeggen altijd, de puberteit is zoiets als een huis in verbouwing, dus er gebeurt van alles. En dan komt daar zo'n leraar die gewoon in het systeem probeert te houden en daar gewoon een stukje ontwikkeling van dag tot dag bij te brengen. Ja, dat is een fantastische uitdaging, ja. Ja, mooi. Ja, jij bent natuurlijk al wel een tijdje docent. En ja, het is misschien een hele logische vraag, maar hoe ziet jouw baan als docent er eigenlijk uit? Kun je daar een beetje een inkijkje in geven? Ja, nou is het misschien wel goed om te weten dat ik 20 jaar in het mbo heb gewerkt. Oh ja. Dus dat is ietsjes anders weer dan het VO. Ik heb genoeg in het VO rondgelopen om dat ook te kunnen vergelijken. En er zijn een aantal parallellen te trekken. En als je natuurlijk denkt aan een dag van een leraar, hoe dat eruit ziet. Dat begint natuurlijk niet 's morgens om 8 uur, dat begint al de dag daarvoor natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dan moet je al na gaan denken, oké, wat ga ik morgen voor lessen geven? En wat wordt dan het doel van mijn les? En hoe ga ik dat op een goede manier doen? En ook nog een beetje een leuke manier, want dat is altijd wel belangrijk om ze een beetje mee te krijgen in de sfeer. Dus daar begint je voorbereiding. Ja. Hè, Teun? En als je dan 's morgens aankomt, denk altijd, je moet fit zijn, uitgerust. Even gezellig met je collega's kunnen sparren, want er komt gewoon heel veel op je af. Dus zodra het 8:30 is, moet je daar staan en die gasten ontvangen. En dan begint het gewoon volle aandacht, volle proces, ga je zo'n les in. En dan is het de kunst om al die processen in de gaten te houden. Hè? Die leerlingen zien, continu in de gaten houden, wat doen ze? Gaat het volgens plan? Of moet ik het bijstellen? Of dwalen ze af? Of begrijpen ze het niet? Je bent continu scherp aan het schakelen. En dan heb je zo'n cyclus van 50 minuten en dan sluit je af en dan begin je opnieuw. Zijn anderen misschien zeggen, nou saai hoor, 6 lessen, maar geen 1 les is hetzelfde. Nee. Maar dat maakt het juist alweer heel afwisselend en leuk. Ja, en je moet wel echt van die leerlingen houden. Als je daar niet van houdt, hè, om uit te leggen, als je niet van die kinderen houdt, dan wordt het een lastig beroep. Ja. Maar, mooi punt. Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat je de baan in het onderwijs, dat je dat echt heel erg mooi lijkt en wel gaaf lijkt, maar dat je bij jezelf misschien denkt van ja, het lijkt me wel leuk om dat te gaan doen, maar kan ik dat eigenlijk wel? Kan ik goed? Bij jou was het duidelijk. Ze zeggen van nou, jij kan orde houden, ga maar lekker lesgeven. Maar misschien twijfelt iemand daar wel over en zegt van ja, ben ik daar geschikt voor? Maar in hoeverre moet je dat in je hebben of kun je dat in je opleiding ook nog meekrijgen? Kijk even ook naar jou. Kun jij daar iets over vertellen? Ja, nou ja. Orde houden is te leren. Dus voor iedereen die twijfelt, orde houden is te leren. Dat is een hele geruststelling. Ja, dat is een hele geruststelling. Nou,
weet ik uit ervaring ook. Ik denk dat het belangrijk is dat je hart hebt voor de leerling. Ja. Dat daarmee begint. En hart voor het vak. Dus ja, voor de vakinhoud. Ik denk dat je de vakinhoud beter kan leren dan andersom. Als je geen hart hebt voor de leerling, dan wordt het lastig. En dan, ja, dan zou ik wel voorstellen om toch voor iets anders te kiezen. Maar orde houden is te leren. En met pubers werken is geweldig. Teun, ik ben je een beetje gaan begrijpen nou je hier aan het woord bent. We hebben elkaar net op de gang gesproken. Maar ik had je vroeger ook graag in mijn team gehad. Nou, zelf ook 22 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ja. Dus ik, goed. Wie weet, ik weet hoe het is met pubers te werken. Wie weet wat er nog kan ontstaan na deze avond in samenwerking. Dan moet je wel goede huizen komen. Ik kijk even opzij. Hans, hoe gaat het? Is er al iets aan vragen binnengekomen bij jou? Er is al iets aan vragen binnengekomen. Nou, okay. Eentje heb je net al beantwoord. Want je stelde zelf de vraag al van als je het niet helemaal durft, kun je het, moet je er dan wel aan beginnen? Nou, daar is mooi antwoord op gegeven. Er is er nog één binnengekomen en dat is, hoe is het om 's avonds college te krijgen? Hoe is dat na een dag lesgeven? Hele goede vraag, die wil ik eigenlijk even bij jou neerleggen. Want ik denk dat jij dat het beste kunt vertellen, Teun. Dat is wennen. Dat is gewoon ook het eerlijke antwoord, want het is best wel een lange avond. En zeker ook, volgens mij hebben we het net ook op het filmpje gezegd, van na een dag lesgeven, als je dan ook nog een avond naar school moet, of je hebt een dag gewerkt, als je gewoon uit het bedrijfsleven komt en je moet dan nog een avond naar school, dan kan het best een pittige avond zijn. Anderzijds is het natuurlijk wel heerlijk dat je het op een avond kunt doen. Want je hebt overdag je drukke leven even goed al wel, en dan kun je dat 's avonds gebruiken. En je went er ook wel aan. En aan het eind van de avond is het heerlijk als je naar huis kunt. Maar ja, waar is dat niet zo? Maar het is niet onmogelijk. En ik zie ook wel een stuk gezelligheid. Hè? En in de les, in de pauzes, tussendoor met het eten of de andere pauzes. Tenminste, is mijn ervaring. Maar, ja, als ik wij hebben een klas. Wij hebben een vrij kleine klas. Ik zit nog met 3 anderen in de klas. Maar wij hebben, je hebt gewoon een band met z'n vieren. Dat is, je kunt de dingen delen die je bezighoudt. En ja, je hebt gewoon een band met elkaar. Dat ook je echt. Hebt een hele echte groep eigenlijk zo. Ja, je houdt elkaar vast. Want aan het begin van de studie, we begonnen wel met wat meer. Maar we hebben elkaar echt vastgehouden hier tot het einde toe. Dat je als iemand het even niet ziet zitten, dan je draagt elkaar er gewoon doorheen. En dat vind ik echt, dat is gewoon goud waard. Ja, mooi. Dat is het mooie van een groep, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Heb jij verder nog vragen op dit moment? Of, ja, nog eentje. Een brandende van Henrik. En die vraagt, stel dat je een WO-opleiding geschiedenis hebt gedaan, moet je dan nog een opleiding doen voor docent voortgezet onderwijs? Dat is een hele goede vraag. Kan ik die aan jou stellen? Ja, die kan je aan mij stellen, ja. Die opleiding moet nog wel gevolgd worden, maar ik denk dat we een behoorlijke stap gemaakt hebben in de afgelopen 2 jaar met een stuk maatwerk. Dus dat we heel kijken bij de poort, bij binnenkomst. Hey, wat is je vooropleiding en wat moet je nog doen? Dus dat een opleiding moet gevolgd worden, nou, dat staat buiten kijf. Ja. Vakinhoudelijk zal het dan een stuk minder zijn, maar je hebt toch ook het generieke gedeelte, pedagogisch-didactisch. Maar daar kijken we wel heel scherp van, wat is je leeftijd? Welke vooropleiding heb je gedaan? Wat voor ervaring heb je nog meer opgedaan? Welke competenties heb je ontwikkeld? Dus daar kijken we wel kritisch naar. En als iemand natuurlijk geschiedenis heeft gestudeerd en geschiedenisdocent wil worden, dat helpt natuurlijk enorm. Dat helpt enorm, ja zeker. Ja. Dan kun je eigenlijk per geval heel goed bekijken van, wat heeft deze persoon nodig om straks goed voor de klas te kunnen staan? Ja. Helder, ja. Dankjewel. En met een assessment kunnen we dat ook doen. Gewoon kijken van, kan dit een 2-jarig traject zijn? Helder, dankjewel. Ja. Hans, wij komen straks nog even bij je terug. Ik zou zeggen, ga vooral door met het verzamelen van de vragen en dan gaan wij hier verder. Want de 3-star Hogeschool in Gouda, die is uniek. Ze hebben, zo hoorden we al eerder, enthousiaste docenten, goed onderwijs en misschien wel de lekkerste koek ter wereld, de stroopwafel. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies binnen dat gebouw in Gouda? Onze reporter Walter ging op pad en zocht het uit. Hoi, we staan hier voor de 3-star Hogeschool en we gaan eens een paar mensen wat vragen stellen over hoe het hier eigenlijk allemaal naartoe gaat. Loop maar mee. Ik ga eerst eens een bakje koffie halen. Hey, Appie, hoe is het? Alles goed, jongen? Hey, nu toch tegen het lijf lopen. Wat doe je eigenlijk voor werk hier? Dat vraag ik me soms ook wel eens af. Maar we maken
Belangrijkste, de broodjes kroket voor de studenten natuurlijk. Als we die niet hebben, dan stort de school in. Ja. Ja, buiten dat hebben we ook natuurlijk gezonde alternatieven. Fruitsalade bijvoorbeeld. Broodjes gezond, die heb je dan ook, ja. Ja, die zijn echt super gezond. Maar zijn die nou echt gezond, broodjes gezond? Rode thee doe ik. Dan loop je altijd mee op je schouder. Wat doe je daar nou eigenlijk mee? Ik heb er volgens mij wel eens een tik mee gehad. Kan dat? Dat kan zeker. We keken elkaar recht in de ogen en toen moest het even. Ik ben binnenkort, bijna 5 jaar een relatie. Verzorg je ook romantische dinertjes hier? Zeker. Kweken rozen hierachter. Speciale 3-star rozen met logo erin. En we kunnen er nog een muziekje bij zetten. Ik ga weer lekker verder. Bedankt. Ja? En we spreken elkaar wel weer eens. Is goed. Ja. Hoi. Oké, hoi. Hey, hier zijn ze aan het lesgeven. Ga eens even binnenkijken. Goeiedag, allemaal. Hoi. Wat bent u hier aan het doen? Ja, wij proberen een beetje les te geven en zo, hè? Een beetje lesgeven, dat klinkt niet heel... Een beetje lesgeven? Nee. We waren heel serieus aan het lesgeven, hoor. Is geschiedenis het mooiste vak wat je kan geven? Ja, niet alles heeft zijn wiskunde of zijn Engels, maar wel alles heeft zijn geschiedenis. Heel mooi gezegd. Ja, dat is schitterend. Ja, ik vond het zelf ook prachtig. Ja. Als u een tijdmachine zou hebben, waar zou u dan uitstappen? Er zijn wel een paar tijden waar ik denk uit zou willen stappen, hoor. Ergens in de Gouden Eeuw natuurlijk, hè. Nederland op zijn grootst. Ja, en ook wel weer ergens in de Bourgondische tijd. Maar als we even doorgaan, weet ik nog wel 10 tijden waar ik uit wil. Meneer, u ook hartelijk bedankt. En wij gaan er weer vandoor, dus... Fijne les nog en tot ziens. Volgens mij hebben we daar een student. Hoi, wat ben je hier aan het doen? Ik ben nu bezig met mijn minor. Dat houdt in dat ik aan het schrijven ben voor bewegingsonderwijs. Dat is de minor die ik doe en dat moet in de vierde. Je doet PABO? Ja, klopt. Ik studeer PABO. Daarnaast ook nog pedagogiek, maar ik ben nu echt bezig voor PABO. En bevalt dat een beetje? Ja, zeker. Woon je ook hier in Gouda? Ja, ik woon hiernaast in de studentenflat en daar woon ik gezellig op etage 10. En Gouda als studentenstad, hoe zit die met je elkaar? Ja, om heel eerlijk te zijn, zie ik niet super veel van Gouda. Ik heb een studentenvereniging, daar ben ik wel veel. En ik heb natuurlijk de flat, dus dat is eigenlijk al een beetje mijn sociale leven. Maar soms een terrasje in Gouda doen, dat zit er zeker wel in. Ja, dat is fijn dat ook kan daar, hè? Dat is erg leuk. Wanneer heb je voor het laatst je kamer opgeruimd? Wat een stomme vraag. Mijn happy place. Ik vind Lumina een hele fijne plek. Dat is de sociëteit van de studentenvereniging. Ja, en etage 10, dat is echt mijn thuis geworden. Dat is de etage waar ik woon. Ik denk dat dat wel mijn happy place is. Dankjewel voor deze vragen. Deze antwoorden op de vragen natuurlijk. Tot ziens. Ja, succes. Doei. Dankjewel. Houdoe. Goed, ik heb alle brandende vragen die ik had gesteld. Mocht jij nog vragen hebben, kun je ze nog steeds stellen. Doe dat ook gerust. En mijn werktijd zit er weer op. Tot ziens. Ja, leuk om zo even die sfeer ook te zien, hè, hoe dat gaat. Maar dit is op de 3-star Hogeschool in Gouda. Er zijn natuurlijk wel meer hogescholen in het land om een lerarenopleiding voortgezet onderwijs te volgen. Maar waarom zijn we eigenlijk bij de 3-star in Gouda terecht moeten komen, Jaap? Ik denk het, als je christen bent, dat je bij 3-star educatief, 3-star hogeschool goed zit. Ik denk ook de kleinschaligheid is erg prettig. Ik hoorde Teun dat net al zeggen. Kleine klassen, pedagogisch didactisch zijn ze even wat groter op de dinsdag. Maar de kleinschaligheid, betrokkenheid van docenten. Nou, ik zag al op dat filmpje ook wat langskomen van studenten die feedback daarop gaven. Maar ik denk ook dat er ook een stukje geborgenheid en veiligheid zit in kleine klassen. Want je moet best veel van jezelf laten zien. Ja. Dat vind ik ook een belangrijk aspect als je denkt van kleinschaligheid, maar ook een stuk veiligheid en geborgenheid. Nou, ik denk dat je dan op 3-star educatief, 3-star hogeschool goed op zijn plek komt. Als ik het goed hoor, zeg je ook eigenlijk, ja, je gaat met elkaar heel erg de diepte in, waardoor je die kleinschaligheid juist ook heel erg in zijn voordeel kan laten werken. Ja, ja. Ja. Je pakt niet alleen natuurlijk het vak, hè, vak inhoudelijk, maar je pakt ook je eigen ontwikkeling. Ja. En dan is het ook belangrijk dat je je persoonlijk ontwikkelt en professioneel ontwikkelt. Maar die persoonlijke ontwikkeling, ja, dat vraagt ook een stuk openheid van jezelf en kwetsbaar durven opstellen. Ja, maar mooi dat kan. Of tenminste, ja, Teun, jij studeert hier. Jij kan het eigenlijk het beste vertellen. Herken jij een beetje wat het beeld is wat Jaap schetst? Ja, en eigenlijk nog wel meer, want je zegt net niet alleen het vak, maar ook de vorming. Maar juist ook in het vak. Want je staat door de week voor de klas en ik doe wiskunde en je hebt geen Bijbelse wiskunde.
Maar er zit wel heel veel wiskunde in de Bijbel en in de natuur en in alles wat je doet met wiskunde is ook gewoon een heel stuk geloof en juist bijzonderheid en schoonheid in te ontdekken. Ja. En dat heb je hier, zeggen, maar dat heb je niet op zoveel andere wiskundeopleidingen en docentenopleidingen. Nee. Mooi. Ja, maar dat is echt dat christelijke leraarschap. Dat hoor ik ook best wel een paar keer terugkomen. Jij geeft aan dat je dat zelfs bij een les wiskunde zou kunnen krijgen. Maar Alice, misschien ook even een vraag aan jou. Hoe krijg je dat dan binnen Driest Hogeschool meer in de breedte? Hoe gaat dat eruit zien bij deze opleiding? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld wat Teun zegt. Dat is precies waar wij heel erg op focussen ook in het generieke programma. Van christen zijn, dat kan soms zijn van, ik toon respect of ik ben barmhartig. Maar ik hoop dat altijd dat iedereen dat is. Omdat daar een zekere wederkerigheid in zit natuurlijk, in het barmhartigheidsaspect. Als jij dat voor mij bent, ben ik dat voor jou. Ja. Maar wij proberen dat die dimensie op te rekken naar iets horizontaals. Dat je zegt, nee, wij zijn dat niet omdat we dat wederkerig zijn. Wij zijn dat omdat God dat van ons vraagt. En in dat opvoeden, dan voed je jongeren en kinderen op voor God. En dan is de taak niet zozeer van om een succesvolle zakenman te worden, maar de taak is dan meer, hoe kun jij meewerken aan het dienen van God in het ontdekken van zijn schepping? En dat kan heel prachtig, ook met een vak als wiskunde, maar ik heb zelf Engels gegeven en daar kan dat ook heel goed. En dan ga je het niet hebben over onze volgende reis naar een ver weg Istanbul, maar hoe kan ik taal leren om elkaar bijvoorbeeld te helpen? En dan heb je het over andere dingen die echt in je vak zitten opgeborgen. Ja. En, is dat dan ook eigenlijk een soort diepere motivatie om extra je best te doen? Om extra te gaan voor die goede les? Nou, je probeert wel, ook op de hogeschool als leraaropleider, echt voorbeeldig te werk te gaan. Dat je in je lessen datzelfde doet als wat je van de studenten ook weer probeert te vragen of probeert voor te houden. Van hoe kun je dat nou op VO of MBO doen? Dat wij dat hier ook op de hogeschool doen. Dat is natuurlijk de meerwaarde van Driest natuurlijk, dat wij het hier ook voorbeeldig voordoen. Van hoe geef je een christelijke les, dat je die dimensie van het christendom in je les verwerkt. Dus niet alleen beginnen met bijbellezen en gebed, wat natuurlijk heel mooi is en wat we ook zeker doen en blijven doen. En hoe je dat moet doen, maar ook in die les verwerken van hoe kom je tot ontdekking van de schepping, hoe kom je tot verwondering, hoe kom je tot dienen van God en je naaste in de les die je geeft. Op zoek naar de diepere laag. Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Mag ik wat toevoegen hieraan? Zeker. De gastvrijheid die we hebben als hogeschool, hè, dat iedereen ook welkom is. En ook je eigen drijfveren leren ontdekken van je leven. En hoe verhoudt zich dat ook met de Bijbel? Als niet-christen, dan ben je natuurlijk uiteraard ook van harte welkom. En, maar dan daag je wel uit, ook om je lessen zo neer te zetten vanuit je eigen bron, vanuit je eigen drijfveren. Ja. En hoe dat zich dan verhoudt tot de Bijbel. En dat zijn prachtige gesprekken. En we hebben ook moslims, niet-christenen binnen onze opleiding. En dat geeft een hele mooie dynamiek ook in de lessen. Een hele mooie open gesprekken. Mooie toevoeging, dankjewel. Ja. Ik kijk ook even weer opzij naar jou, Hans. Hoe staat het ervoor? Heb jij nog vragen binnengekregen? Ik heb een vraag binnengekregen en dat is, kun je een WO-studie en een LVO-deeltijd tegelijkertijd doen? Een VO-studie en LVO-deeltijd tegelijkertijd. Ik kijk even naar jou, Alice. Kun jij daar iets meer over vertellen? Of misschien kan Jaap aanvullen? Ja, alles kan natuurlijk, maar alles heeft ook zijn beperkingen. Dus je moet ook eerlijk zijn in de veeleisendheid van die WO-studie die gedaan wordt. Hoe veeleisend is die en hoe sluit die aan op die deeltijdstudie van hier? Nou, als je natuurlijk in mijn geval bijvoorbeeld Engels zou studeren in Leiden en je doet hem hier, dan heb je natuurlijk heel veel overlap, dus dan wordt het al makkelijker. Hoe zit het met de bindend studieadviezen? Als jij in het eerste jaar een bindend studieadvies hebt met een veel studiepunten, dan moet je ook even denken van, ga ik op twee paarden wedden? Want ja, dan kun je er wel eens, zeg maar, eindigen met geen één. Dus dan kun je ook zeggen, nou, ik start bijvoorbeeld het tweede jaar met die studie. Dat kan natuurlijk ook. Dus er zit er wat, het is best wel een vraag die ook nog wat meer informatie vergt. En ook echt doordenking van hoe ga ik dat aanpakken? Welke strategie als misschien student? Ook goed om daar dan ook verder met iemand in gesprek over te gaan. Want wat je natuurlijk al eerder aangaf, dat zijn je dat, voorbeelden. Precies, dat je dat maatwerk hebt. Ja. Ja, ik weet van een student die nu in het eerste jaar is begonnen, die ook bestuurskunde studeert aan de Erasmus. En die hier eigenlijk ook een opleiding, een LVO-opleiding volgt. Ja. Dus het kan wel, en het is natuurlijk wel interessant om dan met zo'n student proberen in gesprek te komen, hoe dat dan werkt. Valt het mee, valt het tegen? Maar je noemde wel een aantal aspecten
waar je rekening mee moet houden. Ja. Misschien ook goed voor degene die de vraag stelt om... Er is natuurlijk straks nog een sessie waarin jij, Teun en Jaap aanwezig zullen zijn voor vragen om... Als daar meer verdieping voor nodig is, om die vraag dan ook nog een keertje te behandelen. Dus dat zouden we straks nog uit kunnen diepen. Ja. Ja. Heb je nog meer vragen op dit moment, Hans? Nee, ik ben er momenteel even doorheen. Helemaal goed. Dan dank ik je voor deze input weer. Ja, want misschien heb je je keuze al gemaakt voor überhaupt een baan in het onderwijs. En misschien zelfs al voor Driester Hogeschool. En we hebben het er net al een klein beetje over gehad met elkaar. Maar misschien ook goed om even een beetje aan te voelen... hoe ziet die opleiding bij Driester Hogeschool er nu precies uit? Want ik hoorde over avondcolleges, hebben we het al even gehad. Hè? Ik gaf aan, nou, het is in het begin pittig. Misschien verandert dat op den duur. Maar hoe ziet de gemiddelde week er voor jou uit? Inmiddels is het, maar dat komt omdat ik ook iets vooruit heb geschoven, heb ik alleen op donderdagavond college. Maar als ik kijk naar mijn voorgaande jaren die ik gewoon regulier verliep, dan had ik 4 modules van 3 dinsdagavonden in een jaar. En op een enkele donderdag na elke donderdag mijn vakinhoud. Dus op donderdag mijn vakcollege, de wiskunde, en op dinsdagavond het generieke gedeelte. Oké, ja, ja, ja. En hoe zit het met de stages bijvoorbeeld in de opleiding? Zitten die erin of hoe zitten die verweven? Hoe gaat dat? Nou, in het geval van Teun, die werkt 1 FTJ. Durf het haast niet te zeggen. Maar dus hij hoeft geen stage te lopen. Okay. Hij heeft zijn werk. Maar in een deeltijdopleiding zit ieder jaar ook zoveel dagen stage. Dus dan moet je in een VO-school 10 dagen in ieder geval stage lopen, minimaal. En dat is ieder jaar komt dat terug. En in jaar 4 is dat een LIO-stage. Leraar in de opleiding. En dat is dan 21 weken. Ja. Dus dat is echt een afrondende studie. Ja, echt een master opdracht. Daar zit verschil in per jaar hoe dat er dan precies uitziet. Er zit een opbouw in natuurlijk. Ja. Een portfolio wat je bijhoudt. Met een praktijkgids met opdrachten. Dus daar zit een bepaalde inhoud wat je meekrijgt en waarvan je verwacht wordt dat je die ook doet. Helder. En is het ook een beetje te combineren met een fulltime baan? Misschien tot slot ook om het een beetje af te ronden. Ja, jij geeft aan, jij werkt niet fulltime, maar hebben we voorbeelden van mensen die fulltime werken binnen de opleiding? Jawel, ik wel. Ik werk nu fulltime met onderwijs. Ja, dat is wel in opbouw geweest. Je moet er wel keuzes voor maken. Ja. Want je kunt niet je normale fulltime werkleven vasthouden en alles wat je er altijd al naast deed en dan de studie erbij gaan doen. Want je studie, het is niet alleen op school studeren, je moet ook thuis studeren. Ja. Dus je moet wel echt keuzes maken en er gewoon voor gaan. Ik weet voorbeelden bij mij van de studie van mensen die deden, die 4 jaar lang fulltime gewerkt hebben en de studie ook in 4 jaar afgerond hebben. Je moet er echt voor gaan. Ja, dan is het mogelijk. Ja, ja, ja. Ik ben zelf wel met wat minder begonnen. Ik ben je gewoon door de jaren heen opgebouwd. En dat beviel mij wel beter. Zodat je er ook helemaal, als je in het onderwijs werkt, langzaam in kunt rollen. Maar het is wel mogelijk. Helder. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we daar voor nu ook even genoeg over weten. Misschien goed als er nog vragen zijn om die dan ook straks te behandelen in de teamsessie. Ik kijk nog 1 keer opzij, Hans. Zijn er nog vragen binnengekomen of is het goed zo? Nee, het is goed zo. Helemaal goed. Nou, dan gaan we afronden. Gaat natuurlijk altijd heel snel weer zo'n half uurtje. Nou, zeker. Ik wil jullie heel erg bedanken. Jaap, Teun en jij, Alice. En ook jou, Hans. Fijn dat jullie er waren. Ook om zo met elkaar in gesprek te gaan. En ik zou nog een keer ook jullie willen bedanken voor het kijken natuurlijk. En jullie willen uitnodigen voor de teamsessie die straks zal starten. Die start om 8:30. En daar kun je nog steeds met al je vragen terecht. Dan dank u nogmaals voor het kijken. Wens u een hele fijne avond en hopen we je natuurlijk snel te zien bij Driester Hogeschool.